Hallo allemaal, welkom weer bij deze nieuwe video. Ik ben weer met Thijs. Vorige keer was zo'n succes en was zo gezellig. We dachten, we gaan het gewoon nog een keer doen. En jij wilde heel graag de noedels, toch? Ja, ik wilde heel graag. Ja, ik vind dat zo lekker. Maar maak je het ook wel eens thuis? Nee, nooit. Nee, Isabel maakt het wel. Oh ja, maar we gaan gewoon lekker aanvallen. Ik heb zoveel honger. Heerlijk, man. Ook nog een gyoza's kip, als je wil. Goeie kaas, hè? En we gaan weer lekker vraagjes beantwoorden. Ik ben benieuwd. Wow. Huh? Er is een kroketje in je mond, hè. Van eten bitterbal. Wel een beetje spicy ook, hè? Hij is heel spicy. Woe! Ik had al weet. Oh, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Nee. Hoe vaak verwacht een man in een relatie in een week seks te hebben? Het ligt er maar net aan hoe vaak je met elkaar bent, maar voor mij, ja goed, joh, mag het elke dag, hoor. Letterlijk elke man, denk ik, maar... Nee, maar het is niet dat het dat moet of zo, toch? Nee, het moet niet, nee. Als de tijd het... Ik persoonlijk vind het leuker als het komt, dan komt het gewoon. Nee, het moet en niet dat je eens gaat zitten tellen van, oh, nou nu is het al een week niet gebeurd, nou, dan moeten we, weet je wel? Nee, als je gaat forceren, dan... Het was al een tijdje klaar, dus het heeft nog even op het vuur gestaan, maar... Goed ingetrokken. Wel lekker. Ja, wel lekker. Had ook trek dus. Maar dus nee. Wat krijgt een jongen nou graag als cadeau voor kerst of verjaardag? Dat vind ik wel een goeie, want ik vind dat altijd zo lastig. Zo, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, want ik weet ook zelf nooit wat ik moet vragen. Nee. Wat vind ik leuk? Ik moet zeggen, ik ben altijd wel blij met parfum. Kijk, het is weer eigenlijk een beetje een klassiekertje, maar... Sorry, ik ga echt helemaal doen van mijn plan. Ja, maar het is wel altijd chill. Dat kan ik altijd gebruiken. En ik moet zeggen, ik vind een paar onderbroeken altijd wel goed. Oh ja. Ik het goed ja, die slijt er ook altijd doorheen. Slijt er ook wel doorheen. Ik weet niet hoe dat is, maar bij mannen nou. Ja, nee, is wel lekker hoor. Dat is echt top. Daar kan ik ook toch wel goed. En... Het zijn van de dingen die je geen zin hebt om te kopen voor jezelf. Net zoals dingen stel. Ik werk dan, ik moet altijd in pak werken. Oh ja. Nou, ik vind dat wel, ik had het laatst, toen vorige keer in Sinterklaas, gewoon een pak schoenen gedaan. Ja, dan slaat je er ook elk jaar zeker een paar erheen. Ja. Ja, en dat zijn van die stomme dingen waar je eigenlijk geen zin hebt op eigen geld. En dan is het gewoon chill om als... Want als dat vind ik makkelijke dingen, verder zou ik niet echt specifiek eens weten wat voor... Ik ben er zelf ook. Dat vind ik ook leuk. Ja, als je iets creatiefs bedenkt, vind ik ook wel leuk. Ja, want je bent ook een keer naar een concert of zo gegaan. Mm-hmm. Toen met Estelle. Dat is ook fucking leuk. Ja, toen gingen we naar, toen werd ik verrast. Zei ze van ja, ik heb die kaartjes niet geregeld en mij lukt het ook niet, want ik zat op werk. Nee, prima. En uiteindelijk had ze als verrassing, als ze die kaartjes had ze dus wel. Ja, echt leuk. Kreeg. Dus ja, dat was wel echt tof. Absoluut. Ja. Wat vindt een jongen leuk om te doen qua date? Ja, ik ben misschien een beetje saai lulderen, maar ik vind gewoon altijd gewoon een drankje drinken met iemand, vind ik altijd wel leuk. Moet ik zeggen dat het drankje ook een beetje de scherpe randjes eraf haalt. Ja, en vind je dat dan een beetje leuk als eerste date? Of? Uit eten vind ik ook prima, maar op zich een drankje is altijd wel leuk. En vaak is het ook leuk als het uit eten leuk is, kan je daarna altijd nog een drankje doen. Een drankje is net wat laagdrempeler. Kijk, als iemand zegt van joh, ik wil best een keer met jou daten en ik heb iets heel leuks uitgestippeld, dan laat ik me absoluut verrassen. Dat is ook helemaal prima. Maar ik zou niet 1, 2, 3. Ja, misschien ben ik zo creatief niet. Dat is ook misschien ook een eerlijk antwoord. Ja. Nou, wel eerder toch? Waarom huilen jongens nooit bij een vriendin? Heb ik wel gehad. Maar ik snap de vraag wel. Maar... Ja, ik denk dat mannen sowieso over het algemeen gewoon minder huilen. Dat denk ik sowieso. En zet ons gevoel misschien eerder om in boosheid dan Ja. En dan komt het later als het misschien een keer te sprake komt van joh, waarom was je nou zo boos, dat misschien dan een keer. Ja, ik heb echt fases, soms moet ik echt elke dag huilen en soms echt gewoon... Ja, maar goed, jij hebt ook je maandelijkse periode natuurlijk. Ja, dat is denk ik echt zo. Zoals Siffel grote beuken. Ja, dat is ook een soort dumpling. Zo. Gyoza. Wel goed gekookt, hè? Ja, is goed, hè? Oh. Echt zo goed gelukt. Echt top. Oh, I love it. Dit is ook lekker. Wel pittig. Oké, nog een vraag. Kan je vrienden zijn met je ex? Ja, ik denk het wel. Moet de band ook, moet het zeg maar uit elkaar zijn gaan. Ja. Dat je eigenlijk soort vrienden bent geworden. Ja. Dat het niet meer... Dat het eigenlijk een soort bruises idee is, ja. Nou, dat zou het op zich wel kunnen. Maar ik snap voor degene, die had toen de vorige keer ook die vraag. Dat als je dan zegt dat je bijvoorbeeld, weet ik wat, je ex was er ook en zo, dan snap ik dat het voor je huidige vriendin is het niet heel chill. Ook al weet zij misschien de situatie. Dat is natuurlijk op een gegeven moment, krijg je allebei dan weer een nieuwe relatie en dan is het weer van ja, dan is het een beetje soort raar. Mm-hmm. Ja. Dat is ook wel apart dat er een taboe op zit, maar Want ja, het is niet voor niets uit, je bent niet voor niets elkaars ex, dus... Nee, de lampen zijn ook lekker fel. Ja. Wat is het meest waardevolle relatieadvies dat je ooit hebt gekregen? Relatieadvies wat je zelf waardevol vindt. Wat zou je nu aan jezelf meegeven 5 jaar geleden? Ik zou meegeven.
Als je ergens mee zit, moet je sowieso meteen gewoon zeggen. In plaats van dat het uitloopt tot ruzie. Ja, absoluut. Meteen communiceren. Als tip. Misschien toch wat meer over je gevoel praten of zo, denk ik. Ja, dus gewoon communiceren eigenlijk. Ja, denk ik wel. Tenminste, het is gewoon heel belangrijk om te zeggen gewoon wat je voelt. Ja. Stel voor je voelt je kut, of je voelt je minder, of je voelt minder voor iemand. Kan je beter zeggen in plaats van andere dingen gaan lopen uitvreten. Ja, want soms is het letterlijk alleen door iets te zeggen, kan het al zo opluchten dat het al wel weg is. Ja, je moet, laat ik zo zeggen, jezelf zeker niet ongelukkig maken in een relatie. Dat is helemaal één ding wat zeker is. Dat je inderdaad alles voor iemand gaat doen om haar gelukkig te houden en jezelf eigenlijk weg te laten stijgen. Ja, nee, dat is sowieso niet te doen. Dan gaat het helemaal niet goed. Nee, nice. Hoe ga jij om met stress? Best slecht eigenlijk. Ja? Ja. Maar in welke manier? In manier van... Nou, op zich op werk met stress kan ik er prima mee omgaan. En dan ben ik mezelf ook rust te krijgen, maar het kost heel veel energie. Ja. En als ik dan thuis kom en dan krijg je meteen al die vragen weer om je hoofd heen geslingerd. Ja, ik kan het dan op dat moment best wel slecht tegen. Ja, daarom vind ik het zo heerlijk dat ik mezelf woon. Oh, ik kom thuis, je hebt gewoon rust. En ik kan gewoon eten hoe laat je wil en wat je wil. En gewoon, Ja, dat is echt top. Dat is echt top. Mm-hmm. Nee, dus dat is het wel een beetje, denk ik. Ja, heb jij eerder dan snel stress van je werk en zo? Ja, hoe ga je om met stress? Om met stress. Maar hoe ga je er uiteindelijk mee om? Je weet jezelf wel rustig te krijgen, maar... Ja, je moet jezelf ook gewoon rustig houden. Kijk, een beetje op het moment dat jij stresserig gaat reageren tegenover iemand anders, gaan mensen dat zien. Als mensen dat gaan zien, gaan ze er ook verder op door en zien ze dat jij eigenlijk een beetje de controle verliest. En dat is eigenlijk heel slecht. Ja. Dus blijf altijd kalm. Laat die gevoelens even weg. Laat die mensen zeker ook een beetje... Of degene misschien een beetje uitblazen en dan gaan langzaam alleen maar vragen eigenlijk aan, joh, hoe kunnen we het oplossen? Ja. En blijf er gewoon heel kalm. Ja, nou, ik denk inderdaad sowieso... Want je gaat het alleen maar voeren als je zelf ook stress hebt getreden. Ja, het allerbeste in welke situatie ook stress, boosheid, verdriet. Eigenlijk het allerbeste is om altijd gewoon rustig te blijven. Absoluut. Anders ga je dingen doen in emoties waar je sowieso spijt van krijgt. Oh, daar krijg ik 1000% spijt van. Ja. Wat vind je het allerromantisch? Waar ik op zich wel... Nou, kijk, iets romantisch vind ik moeilijk, maar... Als een meisje tegen je zegt in het echt, dat ze helemaal gek van je is en dat soort dingen. En dat de complimenten in het echt gezegd worden. En daar kan ik wel... Bij jou is het meer echt dan woorden. Ja. Iemand in woorden kan uitdrukken. Ja, zeker. Als iemand gewoon echt iets eerlijk over jou zegt tegen jou, in positieve zin dan. Ja. Ja, daar ga ik wel goed op. Ben jij een romanticus? Nee, denk het niet heel erg. Ik zou het jij wel, bent... ik weet, vind het wel absoluut leuk om een hele leuke date voor te bereiden ofzo. Dus jij bent hetzelfde sterrenbeeld als Stan, hè? Ja? Ja, dat is ook Waterman. Maar ik vind, ja, Waterman... Ja, ik zit Waterman-vis, ik hang er een beetje tussen. Oh ja. Ja, ik ben een vis. Ja? Ja? Ik weet niet wanneer je jarig bent. Jij weet het niet? Nee. Ja, ik weet dat jij ergens in februari jarig bent. 11? Nee, dat is Chris. Oh, dat is Chris. Jij bent dan? 19. Ik ben 19 maart. Hey. Goeie. Ja, ik ben net aan het einde van vis. Ik begin wel langzaam vis toe of tegelijk. Ja. Lekker. Ja. En je zit altijd dingen op te bunkeren. Ja, dat is ook lekker hoor. Hoe was je eerste keer? Uitleggen hoe, maar... Nee, maar ik kan toch zeggen, ja, was awkward, was prima, was... Maar was vreselijk. Ja? Ja. Nee, je vrouw was wel goed hoor. Ja? Was met vriendin. Niet met een vriendin. Nee, het was op vakantie. Oh, ja. En was je heel dronken? Dat wel mee. Nee. Ik had nachtgezonden, dus eigenlijk klaar. Knap je dat wel een beetje op. Ja. Een soort koude douche zat. Koude douche. Nou, was wel leuk dus. Dus jouw eerste keer was... Nee, mij was echt... Geen goede romsessie. Nee, ik wil het er niet over hebben. Was ook niet met een vriendje of zo, dus... Help! Ik heb een crush op een ouder iemand, 30. Sorry. En ik ben zelf 22. Hoe ga ik dit aanpakken? Moet ik initiatief nemen? Ja, op zich 8 jaar leeftijdsverschil, 22, 30. Het is legaal. Ik weet niet überhaupt de hele situatie. Ik weet niet hoe hij over jou denkt of dat je ooit een keer een interactie met hem hebt gehad. Nee. Maar op zich, ja joh, weet je, wat lijkt jou het? Ja. Je bent 22, ik ben volwassen genoeg. Als jij die jongen echt heel erg leuk vindt, kan je toch gewoon tegen hem zeggen? Ja, ze zeggen een crush op een ouder iemand. Dus ik denk dat ze dan niet echt nog contact hebben. Nou, oké. Dus dan zeg je gewoon... Ik kan het altijd proberen, toch? Ja. Sowieso. Ja, goed, ja, je loopt. Als je dan blauw loopt. Ik bedoel, je kan beter hebben dat je geprobeerd hebt en dat het mislukt, dan dat je het niet doet en dat je spijt hebt. Ja, zeker. Dan blijf je altijd soort met de vraag over nadenken. Ja, van shit, wat nou als ik het toch wel. Ik zou het gewoon doen. Maar eet jij dit nou vaak? Nee. Oh. Nou ja, eet het elke dag. Ja, het liefst wel. Ja, dat snap ik. Wat helemaal. Je wordt hier ook een mokertje vet van. Zo. En daarom zou ik het ook nog willen eten, maar gaan we maar niet doen. Hoe belangrijk is het
om tijd door te brengen met je vrienden in plaats van met je vriendin? Nou, vind ik. Ik persoonlijk vind het wel belangrijk. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is eigenlijk. Ja, gewoon. Want kijk, je matties die zijn er voor altijd en die zijn er altijd voor je geweest. Die kan je niet zomaar kijken. Natuurlijk is het, je wordt verliefd op iemand die wil misschien iets opbouwen verder, maar ja. Je moet je vrienden nooit vergeten. Want als het ooit een keer fout gaat, je vrienden moet je altijd bij je hebben. Nee, maar ik denk dat het überhaupt ook heel gezond is om jongens dingen te blijven doen. Ja, en gewoon het ook gezellig te hebben met anderen. En een beetje, je hoeft niet helemaal een totaal ander leven te hebben, maar dat je ook, ja, dat je niet alleen maar samen bent en soort isoleerd van de wereld, zeg maar. Nee joh. Ik denk dat het juist alleen maar heel goed is. Dan word je sociaal ook een beetje contact gestoord. Ja. Ja, maar dat zie je soms wel. Sommige mensen die krijgen een relatie, nou die zie je nooit meer terug. Ja, zeker. Maar we willen het allebei denk ik niet. Heel erg. Nee, ik vond het altijd heel prettig ook gewoon om buiten met mijn vrienden leuke dingen te doen. Absoluut. Ik zit eigenlijk zoveel, maar ik zit gewoon door te snijden. Maar ik heb nog wel wat ruimte hoor. Oh. Wat vind je het allerleukste om te doen met je vriendin? Het is ook helemaal een soort hard geworden. Ja, wat is leuk? S'avonds na 12 uur in bed uiteindelijk. Ja. Nee. Bed in duik, ja. Het allerleukste. Nou, ik moet zeggen, als je met elkaar op de bank ligt en dan heb je wel eens niks te doen, dan dat je dan gewoon spontaan avondje dat je ergens heen gaat of zo, of je gaat gewoon wat doen. En je denkt gewoon bam, hup, stap eruit en we gaan doen, gewoon spontaan avondje. Ja. Dat is wel leuk. Ja, eigenlijk zijn spontane dingen altijd het leuk, daarom. Vind ik. Maar ik kan ook gewoon zo genieten om een avondje lekker samen te koken, lekker te bouwen, lekker zitten, relaxie, film te kijken, heerlijk. Niks moeds. Lekker telefoon op stil, lekker man. Heerlijk. Dat vind ik ook zo lekker. Wat is een belangrijke eigenschap voor je relatie? Ja, dan komen we toch weer terug te praten. Echt mega veel praten met elkaar. Communiceren dus. En vertrouwen. Ja. En laat elkaar een beetje vrij af en toe. Ik zeg gewoon een parels op mijn hoofd. Het is al een hittegolf van weet ik veel. Ik ga straks even een rondje lopen. Ja, ik zal even een rondje lopen. Maar jeez. Wat is je toekomstplan qua werk? Mondvol. Nou, ik zit nu in de auto's. Ja, verkopen. Ja, bij Mercedes-Benz. Dat blijf ik voorlopig nog doen. Ik blijf nog een beetje. Ik heb eerst 3,5 jaar Peugeot gedaan. En ik blijf gewoon even doorbouwen en ik probeer dan eigenlijk een mooi klantkring op te bouwen bij Mercedes. Dus een beetje doorbouwen, dat kost een aantal jaar. En uiteindelijk hoop ik dan een leidinggevende functie te kunnen bekleden binnen of buiten Mercedes. Dat moet ik nog zien. Maar dat eerst zelf maar alleen maar beter te maken en dan later. Ja, dus wel echt, je zit wel echt wel in de niche waar je jezelf groter ziet worden. Je bent wel echt aan het doen wat je leuk vindt. Absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben van oudsher hartstikke leuk en het werk is leuk en ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Dus. Ja. Ja, zeker. En jij? Jij blijft de camera vast aan? Ja, nou. Ik weet niet of ik dit natuurlijk mijn hele leven zie doen. Misschien iets meer achter de schermen zoals ik nu ook doe bij waar ik werk natuurlijk. Dus wat ik nu voornamelijk doe is grote campagnes opzetten. Dus ik ben ook eigenlijk een klantenkring inderdaad aan het opbouwen. Daar samenwerking mee opzetten. Dus dat vind ik echt heel leuk. Dit erbij, ja, nu ben ik nog jong, vind ik dat hartstikke leuk. Ja, natuurlijk is dat leuk. Op een gegeven moment, ja, ga je daar, denk ik. Ja, ik heb altijd gezegd, ik doe het zolang ik het leuk vind. Ja, natuurlijk, maar dus straks uiteindelijk kom je weer mensen tegen, netwerk wordt groter en dan valt er in één keer wat op je pad. Ja, precies. Dus, maar ik zit ook helemaal in de richting wel waar ik op wil. Gewoon in de marketing, social media. Dat vind ik helemaal leuk. Dus, lekker blijven doen wat je leuk vindt. Ja. Hoeveel jaar schelen wij met elkaar? Ik denk 2. Hoe oud ben jij? Ben je van Isabel? Jij bent van 2 jaar. Ja, 2 jaar. Isabel en ik schelen 3 maanden. Wij schelen dan echt bijna precies 2 jaar. Bijna 2 jaar? Ja. Ja. Maanden naar elkaar, ja. Vinden jongens het ook spannend om op een eerste date te gaan? Die hadden toen ook de vraag. Ja. Oh, dat ja, tuurlijk is dat. Ja, ik vind het. Ligt eraan. Soms heb je met iemand best wel goed contact. Ja. En dan weet je eigenlijk als je diegene tegenkomt, dan loopt dat gesprek zo weer door. Maar ja, tuurlijk. Ik heb altijd wel, je hebt altijd wel een beetje gezonde spanning, toch? Ik bedoel, dat mag ook wel. Ja. Dus je elkaar voor het eerst in het echt ziet. Dus ja, je weet niet wat je kan verwachten in het echt. Zo'n hartstikke leuk via de telefoon. Ja, het ligt denk ik heel erg aan de persoon. Als iemand helemaal ongemakkelijk of het doet, dan krijg je denk ik nog meer spanning, maar als het gewoon meteen chill is, dan valt de spanning denk ik ook wel weg. Ik heb gelukkig ook nog nooit echt iets ongemakkelijks. Nee, oh, nou beter. Maar jij bent ook zelf niet een ongemakkelijk persoon, dus dan, dat scheelt misschien ook wel. Maar heb jij vanaf de vorige video, heb je toch fucking veel DM's gekregen? Nee, niet veel DM's. Veel volgers dan. Ik kreeg denk ik misschien een stuk of 4-5 DM's denk ik, max. Maar wel wat volverzoeken, ja. Maar dank daarvoor. Ja. Maar is daar wat uitgekomen? Nee. Alleen even gepraat of zo. Ja, soms beantwoord ik wel eens wat. Ja. Maar ben jij veel aan het daten? Nee, af en toe. Maar is het van, ik ga even een drankje doen. Ik doe het nou ook maar met de korreltjes uit. Ik vind het allemaal even prima. Ja. En goed, ja, je weet het nooit. Nee, je weet nooit waar je tegen gaat komen. Absoluut.
Wat vinden jongens lelijk en wat van wat meiden dragen? Ja, heb jij echt een item of een kledingitem of wat nu een trend is dat je denkt, gadver, dat vind ik zo lelijk. Bijvoorbeeld Uggs vinden veel mensen lelijk. Oh, op zich zien de meiden tegenwoordig er allemaal op het uit. Vind jij sowieso kledingstijl belangrijk? Ja, tuurlijk wel. Alleen ik weet het heel slecht uit. Kijk, ik vind het misschien een beetje het te alternatieve vind ik ook niet heel mooi. Dat mensen met gebreide jurken of... dat is gewoon in jouw stijl. Nee, nee, dat hoeft voor mij niet. Nee. Ik vind het gewoon mooi als een meisje een beetje meegaat met de mode. En op zich, ik hou ook wel een beetje van basic. Basic vind ik dat altijd goed. Staat altijd heel netjes. Ja, gewoon een beetje classic. Ja, daar hou ik wel van. Ja. Nee, maar dus niet echt. Of Crocs, wat vind je van Crocs? Ja, dat schijnt ook weer een trend te worden, hè, Crocs. Ja, heel lief schat, als jij dat wil dragen, joh, dan. Ik heb vroeger volgens mij wel Crocs gehad. Nee, jij gaat ze nog kopen ook als ze inkopen. Nee, nee, nu echt niet. Waarom zeggen jongens altijd dat het wat kan worden en later niet meer? Valse hoop geven. Ja, misschien dat het misschien dat te dichtbij komt en dat die jongen er toch misschien ineens denkt van joh, het is het niet helemaal. Of hij heeft het eigenlijk nooit echt eerlijk durven zeggen dat het nooit echt relatiemateriaal was en wil die, klinkt misschien stom, toch bed in krijgen. Ja. Ja, en ik heb, soms dan heb je wel eens dat je leert iemand beter kennen. Dus er zijn de eerste parkeren superleuk, maar je leert iemand steeds beter kennen. Dat je ook denkt van, nou, ik zie steeds meer minpunten. En dat hij daarom zegt van, ik zie er vanaf. Maar goed, moeilijk oordelen. Ja, maar je ziet, misschien is dat een vooroordeel. Maar je ziet wel een soort vaak dat mannen sneller bindingsangst hebben of zo. Of dat ze soort afschrikken. Maar waar zou dat vandaan komen dan? Daarom vond ik het ook chill. De vorige keer dat ik een relatie kreeg. Dat is eigenlijk gewoon een beetje liefde aan te kloten. Gewoon, wat gaan we nou een beetje, we gaan afspreken. Geen verwachtingen van, het moet echt een relatie worden. Of... Dat er druk op zat. Nee. En dat was eigenlijk wel heel chill. En toen ging het langzaam, ging het balletje gewoon een beetje rollen. En, dan zit je op een gegeven moment zo weer. Dat heb je ook niet voor het uitkiezen. Nee, zeker niet. Oh hier, deze is een beetje hetzelfde. Waarom ze zo vaak geen label eraan willen hangen, terwijl ze praktisch in een relatie zitten? Nou, dat kan ik niet anders denken dan dat er nog eentje in het spel is. Ja? Of dat hij niet wil gezien dus worden met dat hij niet meer gezien moet worden met haar bijvoorbeeld, omdat hij dan bang is dat bijvoorbeeld andere meiden niet meer met hem willen praten. Zo, ik word er een beetje van straat getrokken. Er geen label aan willen hangen, omdat ze dan eigenlijk ook nog contact hebben met anderen en dan willen ze niet zien dat die anderen dat zien. Ja, bijvoorbeeld, of dat hij dan bang is dat als hij uitgaat, dat hij dan geen aandacht meer krijgt of zo. Ja, oh ja, dat kan natuurlijk ook nog, dat hij bang is om een soort uit de markt te vallen. Ja, en dat dan... Dat hij denkt, het is allemaal over en... Maar ja, wel red flag. Jij was een hele grote green flag. Een wandelende green flag, was hij. Maar ja, ook ik heb mijn slechte dingen. Ja, joh, iedereen. Maar op YouTube ook. Ja, het is leuk, ik vind het oprecht... Fantastisch dat iemand dat over zegt. Ja, hartstikke lief. Maar je laat natuurlijk altijd de beste kant van jezelf zien. Waarschijnlijk heel veel mensen die denken dat ze mij kennen, maar kennen ze ook niet helemaal. Nee. Je moest dit ook eens weten. Nee, volgens mij hebben we bijna alle vragen wel gehad. Yo. Misschien is er nog eten over. Ja weet je, alsjeblieft nemen. Ja, gyoza. Ja, is er nog überhaupt? Nee, zeker. Ja, dit. Nee, maar zeg maar in de vriezer. Gyoza's, of kraken. Wat heb je net gedaan? Waar ben jij lang weg geweest? Ik heb 2008 achter elkaar gedaan. Oh, dat is een chickie hoor. Ja, dat lijkt echt op je zus. Zeg je? Op Isabel. Ja? Die lijkt echt super graag. We hebben gewoon bijna heel die bak op, man. Lekker, man. Ja, ik ga ook moeite maken. Lekker. Ja, dan hebben we alles gehad. Nou, ik vond het weer enig. Ik ook. Ik kom me krachtig, denk ik. Ja. Of wel lang gefilmd dan? Nou, bijna een half uur wel weer. Nee joh. Ja? Zo. Dat zei je echt precies als je vader. Ja, 29 minuten. Ik dacht dat die... 10 minuten. Die, mag ik die pan? Ja? Ja, want die andere pan is kut. Ja, dat is de enige normale pan. Ja. Die andere pan moet ook weggooien. Oh, lekker. Ja, we zijn... Maar dat was tot zondag. Gingen we naar de Orientals van Toko. Toen heb ik al die shit gehaald. Goeie. We kennen ook een keer... We moeten binnenkort even drinken in Amsterdam. Dat is toch fucking mooi. Gaan we even een drankje doen. Maar laat het vooral weten of jullie nog een keer wat we volgende keer kunnen doen. Ja. Voor mukbang. Ik vind het altijd leuk. Ik vind het ook lekker. Ja. Nou, ik word altijd uitgenodigd voor goede gerechten. Ja, nou zo is het. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ja, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven, ons te volgen en te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Is goed. Tot snel, Marcel. Yes, I'll be on my way now.